Vijf maanden ben ik al aan het vloggen en neem ik jullie mee in mijn leven. Zo, voordeel van een varken hebben is dat je nooit meer iets weg hoeft te gooien. Dus ik heb nou allemaal oud brood. Vindt hij heerlijk. Kijk, ga ik hem nu geven. Hey, van Knorrestein. Hallo. Wil je lekker even brood? Hier. Hoppa. Schrik zich de pleuris. Waarom smek jij zo? Hé, hey, heb je sinaasappeltjes ook op? Hoe heet dat? Mandarijntjes. Heel goed. Niemand mag hier zo smekken. En jij staat gewoon keihard smekken, jij. Viespeuk. Is die aan het opeten? Slijmbal. Ja, dat paard. En vind je haar lekker? De Shetlanders jagen een luikie. Hoi. Hoi ja. Karate. Ik zet mijn poot vast. Ja, ja. Bijna. Ja, eruit. Oké. Okay. Denk het wel. Dan moeten we hem eruit kunnen trekken zo. Aan de achterkant, ja. Waar even. Nou. Moeten we dat ijzer even weghalen. Kom maar. Hey. Oeh, hij trekt het later. Laat die naar ze kijken. Kom. Hey. Sjoertje, kom maar. Hey, hallo. Hallo. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Oh, daar kan Moos ook bij je. Oh. Goed zo, jongen. Hallo, lieve mensen. Ik zit nog steeds mijn bril scheef. Nou, wat stom. Ik ben onderweg. Ik rij inmiddels... Ik zit een fikse auto, by the way. En ik rij nu langs het water van Willemstad. Ik ga mijn man ophalen, want ik heb voor fikse verjaardag had ik 3 kaartjes voor Mindfuck gekocht. Voor in Amsterdam AFAS Live. En ik ga ze nu op. Kijk. Ik moest hier eigenlijk parkeren, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En ik rijd. Jezus, het is echt 100 jaar geleden dat ik hier ben geweest. Dat was hier nog helemaal niet zo. Welkom in Willemstad. Nou, wat aardig. Oh, hier kan ik ook parkeren, geloof ik. Even kijken hoor, jezus. Nou, dit kan ik me helemaal niet herinneren zo. Het was toch een heel oud haventje. Leuk hè, Willemstad. Ah, de vuurtoren. Oei, oei, oei. Waarom ik dat geluid maak, weet ik ook niet. Oei, 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 de vuurtoren. Nou, ik ga mijn man even zoeken. Ah, dit herken ik. 2 tellen verder. Dit is de oude vesting. Oh, ik mag hier niet heen. Vroeger kon je gewoon heen met de auto. Nou, hier ga ik ergens proberen te parkeren. Oh, parkeerterrein. Kijk, god handig. Kijk wat ik zelfs hier liggen. Oh, volgens mij ligt hij daar. Volgens mij is dit de Westfries. Zijn kontje. Ik heb ze gevonden hoor. Kijk dan. Gevonden! Hey, ventje. Hi. Wat
Dat had ik nog niet eerder gezien. Ben je lekker aan het liggen, lieverd? Hallo. Blijf maar lekker liggen. Nee hoor, natuurlijk niet. Kijk eens, wat een prachtige lucht. Kijk, en mijn knappe jongen loopt erbij. Alsof hij al 100 jaar in de molen heeft gestaan. Hé, hey, knappie. Mijn mannen. Nog even lekker een avondwandelingetje. Godverdomme, net te laat. Gewoon een reiger. Op ons zwembad. Hé, hey, ouwe paardenman. Ben je je vriend aan het wassen? In het zonnetje, Sean. Je hebt het niet heel slecht. Maar ik vind het echt minder. Ja, vind je het minder? Ja, kom maar kijken, want er komt bijna niks af. Nou, dan moeten we toch doorgaan met die senior sprayers. Ja, kom kijken. Victor? Ja. Kijk nou wat je met zijn oren hebt gedaan. Oh, Champie. En je blijft ook gewoon staan ook. Ze is zielig. Kom maar hoor, jongen. Oh, je bent ook zo'n brave soepkip. Hey, ik dacht net al, wat zit die oren gek daarachter? Is schoon, Victor? Ja. Mooi. Ayentos, eerste keer in de spiegel kijken. Hé, hey, kijk eens. Nou, wat is dat voor leuks? Wie is dat nou? Ben jij dat nou? Nou, wat grappig. Kom maar kijken hier. Hallo poes. Kom maar, je knetteraar. Kom maar. Nee joh, stel je niet zo aan. Hallo poes. Kom maar kijken joh, held op sokken. Ga maar kijken. Goed zo, braaf. Grote jongen. Een tijdje geleden stond er in BIT, volgens mij, een artikel over het feit dat er veel zware ruiters zijn, Amazone zijn. En ik hoor daar ook bij, tot mijn spijt. En dat wij op die rug zitten is gewoon al niet helemaal de bedoeling van de natuur uit. En dat we dat toch doen en dan ook nog te zwaar zijn, dat is gewoon niet goed voor die paardenrug. Dus dat gezegd hebbende, ga ik hetgeen wat ik 5 maanden geleden in mijn allereerste vlog al zei. Ik moet in shape komen. En ik heb al een aantal doelen gehaald wat ik in mijn eerste vlog aan heb gehaald. Van ja, ik wilde graag weer lichte toer rijden, dat is me gelukt. Ik ben nu hard aan het trainen om dat beter te doen. Maar ja, mijn paard train ik. Maar mezelf heb ik echt laten verslonzen het afgelopen half jaar. En ook ja, gewoon echt verslonst. Want ik had er gewoon echt geen zin meer in. Ik ben 44 geworden. En ik kan me niet anders herinneren als dat ik al mijn hele leven bezig ben met af te vallen. En dan kan je zeggen, joh, je hebt weet ik veel, je kan van alles proberen, maar ik heb mijn lijf zo in de war gemaakt dat het zelf niet eens meer weet hoe het werkt. En ik heb alles, maar dan ook echt alles in lijnpoging al geprobeerd. En elke kliniek. Nou, het enige wat ik nog niet heb gedaan is een maagverkleining of een gastric bypass. En dat ga ik ook echt niet doen. Maar het is echt wel zo dat ik gewoon niks anders kan dan alleen maar bezig zijn elke dag op die weegschaal. En oh, kut, weer erbij. Oh, kut, weer erbij. En dat als ik me er echt toe zet, dan lukt het echt wel. Maar op een gegeven moment ben je er zo klaar mee. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel hebben. Alleen ja, tegenwoordig is iedereen fit girl en fit man. En je ziet alleen maar mooie plaatjes en mooie foto's van iedereen die oh zo verstandig is. Of je ziet mensen op andere YouTube kanalen en die zijn zo dun en die vreten alleen maar slecht. Dat je denkt, hoe dan?
Maar ja, je ziet misschien niet wat ze achter de camera doen. Voor hetzelfde, dat steken ze de vinger in de strot en kotsen ze altijd uit. Ja, dan kan je ook zo lang blijven. Krijg je een beetje slecht voor je tanden. Maar ja, daar heb je dan ook weer kunstgebitten voor. Dus weet je, het is gewoon moeilijk. En ik vind het heftig dit, dat ik dit zo met jullie deel. Maar ja, het is nodig. Want ik moet echt mijn mindset gaan veranderen. En ik ben er echt klaar mee. Want het liefst zou ik morgenochtend wakker worden 20 kilo lichter. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus ja, ik moet mijn best gewoon gaan doen. Ik moet het ergens vandaan gaan halen. En ik heb geen idee waar vandaan. Maar dit wou ik gewoon even kwijt.